Speciale aandacht nu voor de 5000 meter en voor de man met startnummer 3 die daar even bij Jos Hermes stond. En die man heet Kenenisa Bekele. 21 jaar is hij en hij wil een aanval doen op het wereldrecord van zijn illustre landgenoot Haile Gebrselassie. Gebrselassie die straks in actie komt op de 10.000 meter en zijn eigen wereldrecord wil aanvallen. Zeer ambitieus zijn die Ethiopiërs dus. Bekele wordt even voorgesteld aan het publiek. Het is een killer. Kijk naar die ogen. Hij is de troonopvolger van Gebrselassie. Vorig jaar klopt hij de tweevoudig Olympisch kampioen op zijn discipline, de 10.000 meter. En dat gebeurde hier in Hengelo, in een ongemeen spannende race. En daarna bij het WK atletiek. Toen was hij, Gebrselassie, dus opnieuw de baas. Het is een veelvraag. Hij wil alles, alles wat er te winnen valt. En Hermes die ligt uit aan de tempomakers wat de bedoeling is. De omstandigheden zijn hier redelijk goed. De wind is een klein beetje gaan liggen. Temperatuur is goed. Goed voor wellicht een recordrace. Maar het is wel het record van Gebrselassie. Een record dat staat op 12 minuten 39 seconden en 36 honderdste. Op 13 juni 1998 in Helsinki gelopen. En wat kan Bekele hier op 31 mei in Hengelo? Weg is hij voor ongetwijfeld een mooie wedstrijd. Belangrijk voor hem om hierop hard te lopen. Waarom? Omdat die Ethiopiërs, hoe gek het ook mag klinken, nog niet zeker zijn van deelname aan de Spelen. De Ethiopiërs kennen geen trial systeem, geen selectiesysteem op basis van een nationaal kampioenschap. 1, 2 en 3 gaan naar de Spelen. Ze hebben een andere keuzemethode. Er is een groep gekozen van zo'n 8 Ethiopiërs, de Olympische selectie. En de uiteindelijk 3 snelste voor een bepaalde tijd, voor zo'n pak beet begin juli, die worden door de Ethiopische bond uitverkozen, uitverkoren om deel te nemen aan de Spelen. Dus is het zaak voor Bekele om gewoon snoeihard hier te lopen op die 5000. En dat geldt ook voor Gebrselassie. Omdat er ook nog wel wat landgenoten zijn die snel kunnen lopen. Zoals Sihine, die ook op de 10.000 meter zal starten. Ja, en er is weer een nieuw Ethiopisch talent. Mulugeta Wondimu. Met nummer 56, David Kiplak, is de eerste tempomaker. Met 57 daarachter, Luke Kiep-Koskei, is de tweede tempomaker. En op de derde plek, dus Kenenisa Bekele, in het treintje. Vorig jaar hier een geweldige race gezien op de 10.000 meter. Met Bekele, Gebrselassie en Sihine. Die een duel uitvochten, wat echt tot en met de laatste 150 meter, 100 meter, echt boeiend was. En toen bleek dat Gebrselassie weer te kloppen was. Het is ook wel een beetje te begrijpen dat Bekele hier op de 5000 loopt en Gebrselassie op de 10.000. Ze willen dus nu niet meer echt tegen elkaar uitkomen. Maar bovendien is het natuurlijk voor deze wedstrijd interessanter als je twee toppers op twee verschillende disciplines hebt. Wie zit er verder in deze race? Richard Limo bijvoorbeeld. Keniaan die op de 5000 al eens goed was voor 12.56.72. Paul Bitok, ook al eens onder de 13 minuten. Er is een Tanzaniaan, Fabiano Jozef. 18 jaar, maar al erg snel aan de eerste 1000 meter. In 2.32. Dat zou heel goed kunnen, want 2.32 is een tijd die wijst op zo'n 12.40. Wereldrecord is dus 12.39, 36. We gaan de tijden vergelijken van Bekele met de tijden van Gebrselassie
uit zijn wereldrecordrace uit 98. Gebre Selassie had toen een doorkomst van 2.34.8 en Bekele is nu dus ietsje snel. De tempomakers doen het werk dus goed en die rust bij de jonge Ethiopiër. Richard Limo nu te zien met nummer 48 op plaats 5. En Mulugeta Wondimu zit daar dus tussen. Ik noemde hem al even. Is nog maar 19 jaar. Van hem wordt veel verwacht. Een treitje. Twee tempomakers. Bekele er mooi achter. In de luwte. Het minimaal last van de wind. Daarachter dus de landgenoot Wondimu. Op plaats 5. Limo. Die nu al moeite heeft. Die heeft nu al moeite en dat zegt dus heel erg veel. Bekele nog altijd in het spoor van de tempomakers, maar dat moet ook, want dat is dus de opdracht. Alleen Mulugeta Wondimu is in staat om zijn landgenoot Bekele te volgen. Het gaat dus nu, met nog zo'n 8 ronden te gaan, nog maar tussen 2 atleten. Die tempomakers moet je even buiten beschouwen laten. Nu zet hij aan. Bekele, want de ander is eraf. En dan moet het gat dichten. En dan zouden we niets meer zien. We krijgen hierdoor dat die eerste kilometer niet in 2.32, maar in 2.33 was. Dus ietsje langzamer, maar wel sneller dan de recordrace van Gebre Selassie. En nu 5.05.47. Sneller. Sneller dan het wereldrecord van Gebre Selassie. Maar Bekele is er nu al voorbij. En de tempomakers zijn eruit. En dat is dus helemaal niet gunstig. Maar hoe kan dat dan toch? Want zo'n Kip Koschei is toch wel een jongen die heel veel in zijn mars heeft. En heeft hij dus dan nog wat aan Mulugeta Wondimu in zijn kielzog. Ah, het is ook wel een eigenaardige loper hoor, die Bekele. Volledige ontspanning op zijn gezicht. Eigenaardig is hij omdat hij, ja, er zijn geen wetten voor hem. Hij gaat gewoon als hij voelt dat het moet. Hij wacht niet af. En hij voelde dat het moest. En ging voorbij de tempo maken. Ja, en nu loopt hij wel mee, die Kip Koschei. Maar goed, voor spek en bal. Twee man nog maar. De onrust een beetje op het gezicht van Wondimu. Hij kijkt eens om zich heen. Hij kijkt op het scherm in het stadion hier. Hij kijkt wat het verschil is met de rest. Wat gaat echt maar tussen deze twee Ethiopiërs. Maar belangrijker nog, het gaat om de klok. Dat is eigenlijk de strijd. De strijd met de tijd. Steeds gaan we die doorkomsten vergelijken. Het was dus 2.33.24 na 1000 meter. Het was 5.05.47 na 2000 meter. Dit is een rondje van krappe 61. En dat zijn ook een beetje de tijden die moet lopen. Kijk, nu moet hij eraf. Mulugeta Wondimu. Wat een geweldenaar is hij, die Kenenisa Bekele. En Wondimu heeft duidelijk te veel gegeven. Want het verschil wordt groter en groter. En het is nu al zo'n, ja, zo'n 20 meter en daarachter dan op zo'n 80 meter de rest. En er moeten nog wel wat ronden gelopen worden. Het lijkt er een beetje op dat hij steeds harder en harder gaat. Hij moet het helemaal alleen doen. Gebre Selassie, destijds een 98, goede tempo maken. Doet iets langer voor je. Daaronder in beeld, één van die tempomakers, dat was Kiplak, de eerste. Doorkomsttijd is hier 7.37.34. Sneller, sneller dan het wereldrecordschema van Gebre Selassie. 7.37.34. En nu moet hij ook het enthousiasme gaan krijgen van het publiek. Hij moet als het ware gedragen worden. Gedragen worden op het enthousiasme. Het zou wel geweldig zijn dat hij bijna een soort van solo race hier naar een wereldrecord loopt. En daar natuurlijk de Ethiopische fans.
is hij niet een beetje te vroeg gegaan? Aan de andere kant, hij moest wel. Want die tempomakers, die hielden er eigenlijk te vroeg mee op. En wat jammer dan eigenlijk, dat zo'n Gebre Selassie niet meeloopt. Dan had het voor een mooie strijd, geweest tot de finish, ongetwijfeld. Maar is aan elkaar gewaagd. En nu is het de solo race van Bekele tegen de klok. Een rondje van 59,5. En Elleve Lange die steeds enthousiaster wordt. En wat te denken van 59,5 als rondje. Is hij hier bezig om zichzelf op te blazen? Of weet hij, kent hij zijn lichaam zo goed? En is het dan echt een superatleet? Nog zo'n 3,5 minuut en dan weten we het. Dan weten we of hier een nieuw wereldrecord op de 5000 meter gelopen gaat worden door deze pas 21-jarige Ethiopiër. Hij heeft snoeihard getraind met de Olympische selectie in Addis Ababa. De Nederlander Gitane Tissema was erbij. Ja, hij is van Ethiopische komaf. Werkt voor het managementbureau van Hermes en heeft gezegd: oei, 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 zo hard als Bekele en Gebrselassie op dit moment trainen, zijn ze dan niet opgebrand kort voor de Spelen. De verwachting is heel erg hoog gespannen. Nu is er een rondje van 60,5. Is dus een seconde verschil met de vorige doorkomst. Maar 60,5 is nog altijd goed. Nog altijd voldoende. De doorkomsttijd, 4000 naar 4000 meter, is van belang. Die van Gebrselassie in 98 was 10 minuten. 12 seconden en 1/10. Wat wordt het van Kenenisa Bekele? 10-12-1. Om 10-07-93. Zo, daar zit hij erg ver onder. En ik kan me niet voorstellen dat hij dat laatste stuk zoveel toegeeft. Aan de andere kant, Gebre Selassie had een hele laatste snelle kilometer in 2-27. Dat was een super laatste kilometer van Gebre Selassie in 98. En wat kan Bekele? Heeft hij nog voldoende over? Twee ronden te gaan. Op de andere haas, de tweede haas, Kip Koschei staat bij de finish om te applaudisseren voor hem. Nog zo'n 700 meter. Voor het loopwonder uit Ethiopië. Eerst was hij ongenaakbaar op de cross. Tot driemaal toe de dubbel gepakt. Wereldkampioen op de korte cross, wereldkampioen op de lange cross. In 2002, 2003 en 2004 een ongekende prestatie. Maar ook op de baan liet hij zich zien. En ook indoor liet hij zich zien. Want dit seizoen al goed voor een wereldindoor record. Toen snoepte hij dat record af van Gebre Selassie. Wereldkampioen is hij dus al op de 10.000 meter geworden. Ondanks zijn pas 21 jaar. De laatste ronde. De laatste ronde voor Kenenisa Bekele. 11.39.5. Daar staat de klok stil. En 61.23. 11.39.5. Dan moet hij dus een rondje lopen van net onder de 60. En het wordt knap. En nogmaals blijkt dus dat Gebre Selassie in 98 geweldig de laatste kilometer is gelopen. Toen van 2.27 met een enorme harde laatste ronde. 12.39.36. Hij verdient het, hij verdient het. Zo knap dat hij bijna solo hier naar een geweldige tijd loopt. Dat staat sowieso natuurlijk al vast. Maar wordt het een wereldrecord? Wordt het het vijfde wereldrecord in Hengelo? Viermaal was Haile Gebre Selassie daarvoor verantwoordelijk. En de laatste 100 meter voor Kenenisa Bekele. Het Ethiopische loopwonder. 12.27. 12.39.36 is het record van Gebre Selassie. En dat gaat eraan. Een nieuw wereldrecord in Hengelo. Het is een feit. 12.37.37. Oi, oi, oi. En een laatste kilometer van 2.39. Ai, ai, ai. En jullie waren erbij. Hou die binnenbaan vrij, jongens. Hou die binnenbaan vrij. Is gigantisch. Gebre Selassie, de grootste atleet aller tijden op de lange afstand. Zo staat hij te boek. Maar wat moet het nu gaan worden met deze Kenenisa Bekele?
Pas 21. En nu dus in dit jaar wereldrecordhouder indoor op 5000. Wereldrecordhouder in de buitenlucht op 5000. En de Ethiopische successen stapelen zich op. Bij het WK veldloop. Bij de vrouwen, bij de mannen, op de lange cross, op de korte cross, bij de junioren. Bij de vrouwen, bij de mannen. Alle medailles gewonnen op 2 na. Lange tijd was er Haile Gebrselassie. En nu is er dus ook Kenenisa Bekele. Sinds vorig jaar wisten we dat hij hier in Hengelo super kan lopen. Want toen won hij de 10.000. En nu is hij dus ook de beste op de 5.000 in de nieuwe wereldrecordtijd. Het vijfde record. En hij springt in de armen van Herman. Want die is natuurlijk dolgelukkig. En die lacht op het gezicht. Het is een prachtig gezicht zo. Jos Hermes en Bekele. En daar Tissema. Ik noemde hem even. Tissema was erbij tijdens de harde trainingen van de Ethiopiërs. Want Tissema is voormalig Ethiopiër. Genaturaliseerd. En het feest van de Ethiopische fans is losgebarst. En daar ook een Ethiopische verslaggever. Die wacht tot hij een kans krijgt om Bekele te spreken. Hermes kan tevreden zijn. En straks komt zijn andere pupil, Haile Gebrselassie. Prachtig, prachtig, prachtig. Wij gaan naar het prachtige wereldrecord natuurlijk op die 5 kilometer. Gaan we toch weer even kijken bij het volgestoten. Waar momenteel de Filipine Tisanuya aan de leiding gaat met 20:63. Wij gerukte fiets, 20:06. De herenronde voor Kenenisa Bekele kan natuurlijk niet lang genoeg duren. En nu ook met de Ethiopische driekleur. Hoe vaak zal hij nog deze vlag omhoog gaan houden? Daar loopt Bekele nog, terwijl de 800 meter lopers al in de baan staan. Maar natuurlijk moet dit feestje gevierd worden, het liefst zo lang mogelijk. En nu ook eindelijk die volledige lach op zijn gezicht. Michel Antonissen staat bij Kenenisa Bekele. Mr. Bekele, congratulations. How is this possible without a pacemaker? The race is very difficult because of I would run out of pace because the pace was a little bit slow, so I will try my alone. Yeah. Let me translate for a moment. Bekele vond het te langzaam gaan en daarom nam hij het over. Mr. Bekele. En weg is hij alweer, helaas, terug naar Leeuwen.